We gaan een tweede, minstens vermoedig even gevoelig thema aansnijden. Ik ga daarvoor over naar de N-VA. Het thema dat ik op mijn papier sta, als dat klopt, is het thema de fusie. En wat daar rond levert. Klopt dat? Ik weet niet of dat is een bepaalde vraag aan mij was om over fusie te praten, maar ik ben over alles. En ook wij praten we niks te verbergen, niks voor te breiden. Ik praat goed vanuit de buik, vanuit mijn hart. En dan zeg ik wat veel bedrijf. En hoe ik het idee gelanceerd van Mr. Bourgeois, die zegt van kijk, de mensen gaan samenwerken en ze kunnen daar een baat bij krijgen. En dan zeg ik, als wij moeten gaan fusioneren, dan zou ik het niet graag opgelegd krijgen van bovenaf. En zij gaan met een mensen fusioneren die bijvoorbeeld schulden heeft op een termijn van 40 jaar, dan ging ik in het verleden. Liever met Beveren samen, die dus miljard overschot hebben en die miljarden ontvangen vanuit de kenniscentraal. Maar dat van vandaag, als men dreigt met het sluiten van de kenniscentrales, dan gaan we nu gaan kijken hoe dat Beveren dan zich gaat verhouden met zijn mogelijkheden van afbetaling van zijn leningen. Toen we dat zij aangegaan hebben van leningen, in het vooruitzicht van dat zij bleven, de kenniscentrale kunnen blijven belasten. Dus die fusie bij Beveren, voorzichtig mee zijn. Ik zeg, als we de kenniscentrale blijven, moest het dus wordt interessant om daarmee samen te werken. Nog altijd blijft het zo dat een grootschaligheid, kleinschaligheid kan waarborgen. En ik ben voorstander voor meer grootschaligheid in sommige vakken. Het moet niet per se een fusie zijn. Er bestond ook vroeger de wet van de federaties van gemeentes. En dat bestaat nu nog. Wij doen dat met intercommunales bijvoorbeeld, waar we samenwerken en daar rationele zaken mee doen. Dan kunnen we ook een confederatie maken met andere gemeentes, waar nu wij bijvoorbeeld sport, cultuur, de zware uitgaven zouden kunnen gezamenlijk aanpakken. Zoals wij het huisvuil gezamenlijk aangepakt hebben, en op die manier dus innemen. Dus er zijn mogelijkheden op verschillende manieren, maar ik ben niet bepaald voor een fusie. Ik ben er noodzaak voor, maar is een denkpiste op een lange termijn om de vlucht die daar zijn in de omgeving, want wij hebben ook last van die kenniscentrale. Als daar het alarm aan gaat, is dat ook even gevaarlijk voor de mensen van de Beverstad van Kruijwegen, als die van de Keukenstad van Beveren. Dat is gevaar even groot. En we hebben daar geen voordelen bij. Dus dat is een beetje spijtig, dus dat kan ook eens niet worden zo'n zak. Maar is voor mij per se geen must, een fusie. Wij kunnen Kruijwegen op rust door een tiental jaren zelf besturen. Dan zal dit een snel thema kunnen zijn, want er zijn er partijen die wel een fusie nastreven treffen. Ik zou toch willen voor het debat een aantal zaken duidelijk willen stellen. Ik denk een tweetal jaren geleden was degene die de fusie gelanceerd heeft, Antoine de Nijs, de burgemeester van Kruijwegen. Vandaag zegt hij iets anders. Ik vind dat het recht om een mening te veranderen. Ik vind dat geen probleem, maar je moet een aantal zaken politiek op de agenda zetten die je probeert te realiseren. En de reden waarom dat hij de fusie wou, was financieel. En vandaag is er geen financieel probleem meer. Ik vind dat een beetje moeilijk om dan te kunnen debatteren. Wat is het nu? Gaan we in fusie gaan omdat we financiële problemen hebben? En gaan we vandaag geen fusie meer hebben als opgelost zijn? Ik denk dat dat niet klopt. Dus burgemeester, ik vind dat we op een correcte manier met elkaar moeten praten. En deze verkiezingen gaan niet over de fusie. Deze verkiezingen gaan over het financieel overleven van Kruijwegen. En dat is de uitdaging. En daarom hebben we twee legislaturen nodig om dat te kunnen realiseren. En dat is de uitdaging. Dus als je niet wilt fusioneren, dan zult je ons moeten stemmen, want wij gaan de financiële problemen oplossen. Kan ik een plus van de reactie? Wij gaan het oplossen en ik heb het gehoord hoe mensen gaan oplossen. Wat wij fout gedaan hebben. En daar dacht ik iedereen vooruit om te gaan zeggen een keer, waar is mijn fout gemaakt? Ik ben graag in mijn fout reden, als je dat zei. Hè? Ja, wij was eigenlijk een fout gemaakt, maar ik ben graag in je oren, wie kan zeggen waar speciaal de fout was? Maar burgemeester, ik heb niet echt een fout gemaakt. Ja, we gaan het thema van de financiën hier definitief afsluiten. En ongetwijfeld, niet definitief, want het is nog veel werk. Ongetwijfeld komt het nog op tafel. Belangrijker is, welke prioriteiten zijn er morgen? De fusie is tot hiertoe geen prioriteit. Een mening bij Kruijwegen Plus hierop? Nou, uiteindelijk liggen we ook een vlucht vooruit. Uiteindelijk, als je die vlucht kan worden, dan dus we gaan een fusie aan van de Kruijf naar de Beveren. Dacht ik ook, ja, de financiële toestand lijkt me niet zo goed. Kruijwegen, laat ons beweren, de vluchten naar Beveren en ons, we krijgen een premie van Vlaams Oorwesten, 3,5 miljoen euro en we zijn eruit. Dat deed ik mij ook. Dus goed, maar dat is financieel beweging volgens mij. Reactie van het Kruijwegs Belang? Ik wou nog even iets zeggen in verband met de fusie. Het is nu
Het is niet Kruijbeke die de fusie heeft afgeblazen. Het is Bever geweest. Dit gezegd zijnde kunnen we over naar het volgende thema, waar ongetwijfeld de financiën ook wel zullen spelen.